Je weet wat het heet, hè, dit, hè? It's body and soul, heart and soul. Ik leg op mijn kont, maar dan zul je bijlegt op zijn kont al jaren. Dag mevrouw. Zo. Okay. Ja, nou ik heb die stokje nodig hoor, kijk maar wat ik wil toch. Maar dat doet me voor een schijn, weet je wel, die rijke mensen hebben stokken. God, ik ben blij dat ik wel belasting kan betalen. Niet zo somber wijzen. Noem je het somber? Nou, dat is een mooi weer voor je. Ga nou eens dood, dan gaan ze filmen met me. Nee, niet waar. Ga nou jou ook. Ga ik de kist in. En dan de, ja. Als je niet op een begrafenis komt, dan krijg je nood meer aan. Hey, ga je naar jouw huisje kijken? Kom maar. Weet je, geloof aan je goed zo. Wacht even, ik moet even goed staan. Goed zie je hier. Ja, is goed. He, hij mist zijn moe. Een paar dagen al. He. En voor jou, ik moet het concert gewassen. Ja. Moet zingen. Oké. Okay. Ja. Jongens hebben smoking een oud-roze De lengte is... De lengte is 103 en de omvang is 108. Ja, kun je jas maar even uit? Ja, als u je jas even uit kunt doen, dan ga ik wel even... Ja, best wel ga je. ...pakken. Wat moet je nou? Moet jij hem dragen of ik? Ja, maar wel even zien. Zie je al lopen met de smoking? Nee. Mevrouw Holga. Het is toch goed, joh. Ik ben zo ja, maar ga eens met jou voor die ons zo. Ruim zo. Het is een beetje een ruime pas voor. Moet toch ruim? Ja, daarom. Nou dan. Spel jij Corien of ik? Ja, dat moet ik. Ik heb eens op een fluitje van 5 centen spelen. Schouders zitten. Dat is heerlijk, joh. Ik heb korte benen. Ja, maar dat kunnen we even maken voor. Ik ben, het is maar voor 4 nummers, 5 nummertjes. Het was het nog een meester. Ja, een geweldenaar. Bij zelf. Op die leeftijd, die gouden vingers te hebben. Ja, dat was gewoon de beste. De beste accordeonist van de wereld. Ja. En hij wist het niet. Thank you.
Ja, wat is dat? Dat is een akkoord. Dit? Ja. Dit is een handschoentje voor als het koud was. Had die in elkaar geflanst. Weet je wel, handen. En zijn repertoire. Van de laatste repertoiretjes. Anymore. Don't get around much anymore. Dan begon hij de laatste jaren altijd mee, vond hij wel leuk. Polka dots, mommy. Ja. En dat prikte hij er dan erop, weet je wel, en dan gaat er niks voor. En wat betekent die accordeon voor jou, Cor? Nee, dat hoor je wel. Ik heb een beetje verstand van muziek, dat zit in woorden uitleggen. Ja. Ik was zo klein, dat zat ik op die kast. Ja, die kast was er altijd, was ik er niet, dus ik weet niet meer, het is alles. Mijn vader gewoon, klaar uit. Hij staat ook helemaal zijn handen, kan je zien. Je kijkt maar misschien, kijk de daddy zelf, had ik al gezegd. Weet je, van die dingetjes erop maken, weet je, dat is niet aan te herkennen. En je kan het ook niet helemaal zien. Als je er boven gaat staan, dan staat helemaal naar zijn hand, gewoon die kast. Ik weet niet of een ander daarop kan spelen. Meneer Wilders, wat is er met de accordeon van Johnny gebeurd? Nou, zijn jongste zoon, die moet deze accordeon van hem ontvreemd hebben uit zijn huis. Omdat vader stervende was en moeder verkocht hebben aan een caféhouder voor de som van 300 gulden. Ik zeg dit niet persoonlijk, want het heeft in het weekend gestaan en die krijgt u van mij. Dan kan u dat zien dat het echt de waarheid is. Want zo'n weekblad die durft dat niet te schrijven, want die krijgt zomaar een schade van 1 miljoen. Hè? Ja. Als ze gaat. Dus die doet dat niet. Hij staat daar dan al te wachten natuurlijk. Hoe laat zou die komen? Hè? En dan eindelijk, tegen een uurtje of 8:30, kwam hij dan binnen. Zo statig lopen. Weet je wel, zo even rondom kijken met het pijp of met het sigaartje. En dan was het goedenavond, goedenavond. En dan zag hij je zitten. Heel aardig altijd. Dan vond hij het leuk dat je er was. Dat iedereen er was die voor hem kwam. Thank you.
gespeeld had, omhelsde ze hem. Ja, heb ik gezien, heb ik meegemaakt. Kuste ze hem, zo enthousiast waren ze dan. Nou, dan had hij natuurlijk wel even iets gepresteerd. Dat heb ik echt meegemaakt. Ook de jonge mensen, jongens van 2, 23 jaar, die dan gingen staan en hem echt zoenden. Uit alle delen van Nederland kwamen ze naar Amsterdam, alleen nog om Johnny Meijer te horen uit de Sanremo vandaan. De grootste artiest uit de wereld kwam hier naartoe, Maurice Chevalier, is hier ook geweest. Alle Hollandse televisiemensen die kwamen hier allemaal. Joe Fenuti, die wereldberoemde violist uit Amerika, die man heeft met Frank Sinatra en met Danny Kaye heb hij films gemaakt als violist. Die man die kwam hier ook voor Johnny Meijer. Johnny Meijer kreeg een blanco cheque uit Amerika vandaan. Kon hij verdienen wat hij wou. Hij hoefde hem alleen maar in te vullen. Zijn verdiensten. Maar Johnny Meijer wou niet. Maar Johnny Meijer was te gewend. De Westertoren, Amsterdam. Die is hier niet naartoe gegaan. Hij moest in een café blijven? Nee, maar hij hechtte te veel in Amsterdam. Hij wou niet weg. Hij wou wel er naartoe als de hele Jordaan mee ging. Dat kan natuurlijk niet, hè. Dat ding was zijn ene plotseling verdwenen. En die jongste jongen kreeg geloof ik daar de schuld van. En nee, ik denk ook niet, het zou zonde zijn als die echte. Maar er wordt ook beweerd dat bepaalde caféhouders dat ding opgekocht zouden hebben. Er gaan zoveel verhalen in de rondte. Hij had wel een zoon, die was al de drugs. Misschien dat hij het gedaan heeft. Misschien, ik weet het ook niet. Die was erg verslaafd, die jongen. Ik geloof niet dat je een zo'n jongen doet. Geloof ik niet. Hij heeft het wel voor die tijd gedaan. Hè? Vind jij het niet, hè? Als die jongen het gedaan, hij heeft het wel voor die tijd gedaan. Maar niet als je... Kijk, dan ga je toch. Ome Jan. Hey. Hallo. Hallo. Ik kwam eventjes langs. Oké. Okay. Kan ik even binnenkomen? Ja, kom binnen. Ja. Hoe is het ermee? Nou, gewoon. Goed? Ja. Zoals het hoort. Bedankt. Ja. Voor al die jaren. Het is wat u toekomt. Kijk, die ene toon blijft hangen. Die ballen hoeven niet gevuld te worden, maar dat weet u wel. Ik denk dat die accordeon nu 30 jaar oud is. Ja, zal misschien wel iets ouder zijn, maar zal ook wel heel veel centjes waard zijn. 30 jaar oud is die accordeon. Ja, meneer Timmermans, voor deze. Is er ook kennis? Ja, hij blijft hangen. Zo. Hij vond dit de beste accordeon die hij ooit gehad heeft. Ja, ik weet zeker dat u er een heel mooi plaatsje voor zal vinden. Ja, dat is prima. Deze accordeon is eigenlijk van u, hè? Ja, dus... Hoe zit dat? Deze accordeon die heeft hij toen beschikking gekregen voor de... Nou ja, omdat hij in de accordeonwereld kon niemand om Johnny Meijer heen. Dus het was voor ons belangrijk dat hij op een accordeon speelde voor ons. En die heeft hij toen in bruikleen gekregen. En later hebben we al wat geprobeerd om andere instrumenten voor hem... een stuk of 10 heb ik er wel laten komen, maar die vond hij allemaal geven alle goed genoeg. Hij bleef bij deze. Maar hij heeft ze nooit betaald? Nee, dat hoeft dan ook niet. Hij heeft genoeg reclame voor ons gemaakt natuurlijk. Ja. En als je we hebben veel door hem accordeons verkocht.
op het Noordzee Jazz Festival gespeeld. Ja, dat heb ik hem toen... jaren geleden. Was er ook, ja? Ja, nou, ik heb toen meneer Archie Schipper ontmoet. Ja? En die kwam ik tegen, ik stond achter de bar. En ik zei, hij zegt, ik ben Archie Schipper, de laatste student van Charlie Parker. Ik zeg, nou geweldig. Ik zeg, mijn vader is Johnny Meyer. Ik zeg, dat is een van de beste accordeonisten. Nou ja, een Jordanees zou zeggen van, ja, ik heb thuis een kanarie, die heet een kilowatt per dag. Ik zeg, nou, als u me niet gelooft, gaat u maar mee. Ik zeg, dan kan u het horen. Nou, mijn moeder was net overleden, en dus ik neem meneer Archie Schipper mee naar Halmstraat. En mijn vader was net aan het stofzuigen. Dus ik zeg, pap, ik zeg, dit is de laatste student van Charlie Parker. Ik zeg, die man die speelde zijn beest. Ik zeg, van spelen voor een stukje, voegt hem. Nou, daar heb ik nou geen tijd voor, hoor, zegt mijn vader. We konden toch iets met nou aan het stofzuigen. Ik zeg, pap, alsjeblieft, het is een hele grote muzikant. Ja, dat weet ik wel, maar ik heb er geen tijd voor. Ik zeg, hij zegt, ik heb geen riem ook. Ik zeg, pap, kom op. Ik zeg, ik doe mijn riem af. Weet je wel, dan denk ik eraan. Ik zeg, gaat u er even op zitten, even over de schouder heen. Ik zeg, spel even één mopje voor hem nou. Nou, vooruit dan maar. Dus hup, die stofzuiger neerleggen. En hij gaat spelen, polka dots en mambien. Staat die Archie Schipper. Die man die staat versteld, die gedakt achter mijn pianootje. En ze hebben met z'n tweeën een uur zitten swingen. Dat die Archie Schipper belt gelijk naar... meneer Akkert, van nou, hij zegt het is een schande. Hij zegt ik speel hier elk jaar op het Noordzee. Hij zegt ik zie het Hollandse hij gedoe. Samen gespeeld, hij zegt het is een schande wat ik zie. En de grootste die zat hier de vloer te dweilen. Hij zegt het is een schandaal. Hij zegt ik wil met die man spelen. En toen heeft mijn vader dat die ene keer op het Noordzee gespeeld. Stond Johnny. Want ik had die punten toen niet op van het podium, dus de drumstel stond hier. En dus hadden we eigenlijk een drummer, Henk Klemper. En nou, wat die jongen meegemaakt heeft, die op alle vloeken van de wereld naar zijn hoofd gaat. Want dat was nooit goed en dat was echt een goede drummer. En als Johnny 20 vloeken naar hem uitgooide, dan werd die jongen steeds nerveuzer. Op een gegeven moment zaten die stokken door de lucht heen. En als hij één keer tegen hem zei, goed Henk, alleen maar goed Henk, was die jongen zijn hele avond goed. Want dan was het ook goed. En absoluut, dan was het ook een foutje wat hij dus sloeg. Want de man had een absoluut gehoor. Dan was het ook een foutje. Maar niet om constant tegen iemand te schelden en te vloeken van wat hij allemaal hier gezegd had tegen ons allemaal. Dat is ongekend. Maar hier stond hij, en dan stond hij met die accordeon. En dat was uniek. En dan stond hij de hele avond aan dat ding te trekken en dat weet niet niks. En toen zei een keer een klant tegen hem, nou Johnny, ik zeg Johnny is een sterke vent. Zegt hij, ja dat valt wel mee. Ik zeg nee, ik zeg nou moet je eens kijken. Ik zeg John, hou die accordeon zo. En die heb je echt een paar minuten zo voor hem gehouden. Nou, hou eens een accordeon zo vast. Maar was ijzersterk, ongekend. En dan was het een lust voor het oog als hij hier stond, op, en dan trok hij die kop erbij. En later ging hij er ook nog een klein beetje zingen. Hij wilde die microfoon hebben. Dan ging hij bop, 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 bop. Ja, dus we hebben hier ook fantastische avonden meegemaakt.
Maar ja, dat woog op een gegeven moment niet meer op tegen hetgene van de ellende die we gemaakt hebben. En dat is natuurlijk heel jammer. Er is een Amsterdammer doodgegaan. Hij stond gewoon zijn pyramid te draaien. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. En even later was hij naar de haaien. De tram stond even stil en iedereen die liep te hoog. Heel even maar, ze moesten gauw weer naar de bioscoop. Ik lag vaak met hem in de clinch en niet dan als mens, nee, maar als ons inzicht allebei. Kijk, ik dacht aan de zaak. Ik moest draaien. Ik moet de huur, alles betalen. En Johnny speelde echt voor zichzelf. En die stond dan yes te spelen, gigantisch. Waar je een half uur of drie kwartier of uiteindelijk dan een uur van kon genieten. Maar dan moest het over zijn. Want dan moesten de mensen ook, oh, Amsterdam, Jordaanliedjes en alles. Nederlandse liedjes, alles. Dan met Nelis dus, lekkere stem. Een goede timbre erin voor het publiek. Dat tolereerde hij dan niet. En dan ging hij eigenlijk bewust tegen de draad inspelen. Nou, dan hadden we problemen zo. Dat die dingetjes, hè, daar kon je mee. Wrap that up, wrap that up. Even lief, weet je wel. Hij kon echt ram. Gewoon een oude leuke swing. Mannenmeijer. Hoor je die flink hier ook? Drie dingetjes, dat was hem gewoon. Dat was de dag dat zij zo aan deed. Dit, nee, dat ging het. Rijn, maar onderwijl pakte hij gewoon echt een melodietje, hoor. Het gaat zo snel. Nou, komt even weer maar. Glee, dat was niet gewoon maar rijn, weet je. Weet je Lekker opname zitten. Ze kennen hem alleen maar van Amsterdam, maar Tante Leen. Ga je met Tante Leen vergelijken, dit? Godsamme mazen. Ik verkoop die accordeon voor Edwina. Mijn vader moet bij Tante Leen liggen. Sorry, met alle respect, met heel gezellig in Jordaan en Amsterdam. Ik ben niet meer opgevuld. Niet opkomen dagen of dronken hier komen, ruzie maken met mij dus. Of met de kelders of met, Ik heb eens een keer gezegd, er is maar één man die twee veeltjes kan laten vechten. Johnny Meijer. Ja, lullig en twee minuten later weet hij niet meer dat ik het gezegd heb. Ja, te voet uit. Hij zegt bijvoorbeeld, Nelis kan geen bas spelen. En de volgende dag zegt hij bijvoorbeeld, nee, we mogen je bas niet vergeten hoor, want dat hoort erbij. Begrijp je? Ja, en als hij een uitzending had, ja, ik heb het liefst een Nelis erbij. En je zegt dat hij niet, ja, maar hij weet precies wat ik doe. Dat was Johnny Meijer. Nou, ik zei het altijd zo, het is de beste muzikant, maar ik vond het een van de slechtste mensen wie er was. Dus qua karakter, gewoon een verschrikkelijk mens om mee te werken. En ik meen het echt, een gigant. Maar ik heb naar boven gekeken en bedankt dat hij weg was. Want dat was niet om. Het was niet mee te werken met die man. Absoluut niet mee te werken.
Ja, hij wist het heus wel. Dat hij kon spelen. Maar hij was heel bescheiden. Dat hier... Ja, alhoewel, kijk, vroeger was het echt een beest, hoor. Kijk, dat vind ik ook heel illustratief. Kijk, de manier hoe hij kijkt hier bijvoorbeeld. Hè, van, wat moet je dan? Wat wou je dan weten? Maar hier dan, toen dat is 1991, 1990, zie je echt van, nou niet afdrukken, maar weet je van... Ik vind dit, deze foto vind ik echt zo van, ja, ach, ik ben misschien niet mij. Is Johnny Meijer nu echt dood voor jou? Nee, Johnny kan nooit dood wezen. Nee, jongen, nee. Hij kan voor de wereld dood zijn, maar niet in mijn hart. Nee, want ik moet je echt zeggen, jongen, hij heeft een bijzondere plaats in. Ik zit wel hier zo'n beetje schuin naast hem. Maar we hebben wel contact met elkaar, hoor. Dat is eenmaal mijn idee. Omdat ik weet dat hij het fijn zou vinden als ik dat deed voor hem. Maar dat is een schande dat er nooit geen monument op gekomen is. Dat is heel en heel erg. Schande ook voor die jongens. Want kijk, laat je arm bezig. Dan ga je gewoon even een belletje maken. En dan leen je 5000 gulden, 150 in de maand. Die kan je zo van die stad, die bank krijgen. Zelfs als je nog sociale zaken hebt, krijg je dat. En dan krijg je wel 2 of 4100 gulden, want dan gaat het natuurlijk hoog rente af. Maar dan kan je de graf betalen. En als het mijn vader was, dan had ik er al lang geweest. De eerste de beste dag al. Ja hoor. Als het maar enigszins mogelijk was, dan ging ik luisteren. Prachtig. En dan kwam je daar vandaan en dan dacht je bij jezelf, wat doe ik eigenlijk met die accordeon? Laat hem maar lekker in die doos, pakte ik hem een maand niet uit. Hij werkte, ik meende, in Haarlem. En we gingen natuurlijk weer luisteren. En daar was hij dan, Boetsy erbij, de hond. Haha, Toosie, wat leuk. Praten met hem. Wonen jullie nog steeds op die woonboot? Ik zeg, ja. Oh, dat lijkt me toch zo lekker om te vissen. Ik zeg, nou, kom lekker een dagje vissen. Meen je dat nou? Ik zeg, natuurlijk, wanneer kom je? Bel me maar van de week even op, zegt hij. Ik kom. Toen zegt hij, Toosie, zal ik het kastje meenemen? Ik zeg, als dat zou kunnen, want dat was helemaal de bedoeling niet. Hij stelde zelf voor, zal ik mijn kassie meenemen? Nou, dat was natuurlijk helemaal het einde. Ik heb hem toen laten halen. En dat duurde een... Mijn neef had een uur op hem moeten staan wachten. En toen hij eindelijk opendeed... En, Jantje, ja, wil jij even voor ome Johnny aan de overkant... een half litertje jenever halen, want ik slaap zo slecht. Nou, natuurlijk, zegt mijn neef, zal ik even voor je halen. Dan zal ik even een slokje nemen... Want ik ben de laatste tijd zo nerveus. Met het gevolg dat hij half geschuffeld aan de boot kwam natuurlijk. Maar hij ziet er ook niet zo best uit. Nee, hoor. Nee, hij ziet er slecht uit. Hij vertelde ook op een gegeven ogenblik... Toosie, ik heb 3 dagen niet gegeten.
Ik zeg, wat zeg je, 3 dagen niet gegeten? Nee. Ik heb zo'n verdriet. Ik kan niet eten en waar leef ik eigenlijk nog voor? En dan huilde die ook. Want had erg veel verdriet over zijn jongste zoon, Corny. Dat zei hij. En waarom dan? Ja, hij zei dat hij was verslaafd en er was geen huis meer mee te houden. En hij vond het zo verschrikkelijk. En die jongen was zo begaafd, de pianist, vertelde hij er ook nog bij. Maar hij zegt, het is vreselijk, ik ga daarom kapot. Muziek van mijn vader. En zijn bandjes. En dan had ik ook... Kijken. Dat is zo. Oh ja, hier ook. Ik zeg, dat is Johnny Meijer, hè? De foto. Hup, onderbroekje aan, blote poot om mijn helles. Hup, sigaartje. Weet je, dat is Johnny Meijer, dit. Makkelijk, jongen. Ook mijn vaders agenda. Nou, je ziet het. Wat zat er in die agenda? Zijn werk, hè, van de laatste... Van het laatste jaar. Dat was zijn werk. Dan moest hij in het Vondelpark werken. Utrecht. Man, niks. Johnny Meijer, zijn werk. Hey, hoe was je als vader bijvoorbeeld voor jou? Gewoon, ja. Voor mij gewoon. Ja, nu hoe ouder ik ben. Als kind, hè? Wat deed hij met jou? Gingen jullie ergens naartoe? Nee, dat niet. Daar had hij ook geen tijd voor, want hij werkte 7 dagen in de week. Af en toe had hij wel eens zondags vrij en dan verveelde hij zich dood. Maar als mijn vader dan ging, dan moesten ze om 9 uur beginnen. En dan om 8 uur om een helles afhalen. En om 10 uur. En nou, in de weekenden sowieso waren er wel een man of 10 bij ons binnen. Van zwerven, tot en met wat voor mensen dan ook. Als je vader weg was? Als mijn vader weg was. Of zwervers, zwaar overdreven, maar gewoon ja, heel gezellig ons daar. Ja, ik rookte huisjes toen de tijd en ik was 18, of nee, wat was ik, 16. En mijn moeder had op mijn 16e verjaardag had ze een huiscake voor me gebakken. En, maar mijn vader hield wel van kanen. En mijn moeder bakte dus en een huiscake en een gewone cake. Want mijn vader die ruikte dat de cake gebakken werd, dus die moest ook wat hebben. Op mijn verjaardag, dat die gewone keten die was opgegaan met gasten en de mensen. En toen is mijn vader voor zijn werk naar bed gegaan, een uur of 6, 7. En iedereen zit in de kamer nog. En die huiskeet, die had mijn moeder stiekem verstopt onder in het kastje. En die heeft mijn vader gevonden. En die heeft een stukje van die huiskeet gegeten. Die kreeg een vreetkick, om het maar zo te zeggen. En die heeft nog 2, 3 stukken gegeten. Ik geloof dat er 150... Stuf in zat, dat mijn vader, die kon niet meer zeggen, wat vind je eraan? Oh, dat jullie dat lekker vinden, verschrikkelijk. Wow, wow, wow. Nou, die werd helemaal niet goed, was die ervan. Dat was mijn moeder, die was overal voorin. Maar na mijn moeder de dood, dan kon mijn vader het niet meer zo goed handelen. Mijn moeder die hield het toch allemaal wel in handen, ondanks alles, hield ze het toch allemaal wel in handen. Ja, dat zeg, mijn vader kon niet eens een ei bakken, jongens. Dat was verschrikkelijk. Nee, dat viel echt goed in elkaar. Voor vanavond was het dan weer op deze gezellige bruiloft van Ria en Gerard. U hoorde het trio Johnny Meijer met als natuurlijk accordeonist Johnny Meijer. De beste van de hele wereld. Nog altijd. Is dat ook? Dat is misschien 108. Nou, sure. Nee, dat is te smal. Die is te smal. Ja, zie ik al. Wie zit hier dan? Pas meen maar, 108 moet je hebben. 54, van hier tot hier 54. Ik weet precies. Ja, dan gaan we toch even anders. 54. Oh, het is niet de goede maat. Nee, hij is te klein. Goede maat, maar het is te klein.
Sjoen, koop eens een keer iets goeds. Ah, maar het zat er niet erop, jij. Ik heb het anders aan mijn hoofd. Nee, nou, doe dat eens een keer voor je eigen man. Nou, rot toch op, jij. Nee, ik hoor het net. We zitten met... Schuiven op de werk. Nee, je zit, dit zit je toch helemaal niet. Waarom zeggen ze dat dan? Ik hoor het niet. De broek mee. Nee, dat kan niet. Hun zijn toch ook in smoking? Want die kan het niet. 200 en dan heb je hem op. Kast, schiet op. Je moet een smoking hebben. Rot op. Wat nou rot op? Wij zijn het werk. Nee, dat zit je niet. Je hebt geld. Ga passen. Ja, dan krijg ik natuurlijk, hoe heet het? En de, even een pas over en dingen zo. Nou, laat het bijna doen dan. Dat is een figuur. Als je die. Ja, hoe moet ik het zeggen? Een figuur die het niet uithoudt, volgens mij. Nou. Was het. Geef het een... Ik geloof dat geen ene vrouw dat accepteerde. Zoals hij was. Zoals hij af en toe tegen mij was, ja. En waarom pikte jij dat wel dan? Ik weet het niet. Ik denk dat het met mijn beroep te maken heeft. Ik ben bejaardenverzorgster. Dus misschien dat ik gewoon een bredere rug had door het. Maar op een gegeven moment, en vooral toen in de jaren 90, pikte ik dat ook niet meer. Maar toch was, behalve dat je... Omdat je toch ergens... Nee, John, omdat je toch ergens medelijden met hem had. Zie je, de veters van mijn schoenen maken nog vast. Ongelooflijk, hè? Ja, kom maar. Ha, hij is goed. Laat me liggen, de boer. Maar je wel, een je paspoort. Ja, lekker ruim ook. Ik hoop dat ik er een paar snappeltjes mee voorzien met dit pak. Kijken? Daar zal het niet op. Nee, ja, is lekker, dat hoor. Dat is lekker, want het is echt koning, je er toch voor. Nou, daar heb je niet meer te duizend. Keurig, hè? Ja, moet ietsje kort. Laat ik gewoon vol, hè? Wat? Nee, ik ga. Ik heb korte benen. Ja, ik zie het. Ik was een goede vriendin voor hem. Die klaar stond dan, hè, in het geval van... Nou, liet hij zich er niet nooit over uit? Ja, hij zei wel eens, ik ben blij dat ik je heb leren kennen en dat je er bent. En dat liet hij dan wel eens zich erover uit van, hier ga koop wat leuks. Weet je wel, voor jezelf of zo. Nou ja, goed. Wou die geen verhouding met je hebben, bijvoorbeeld? Ja, hij wou met iedere wijf ik verhouding. Met iedere vrouw! Ik zal even betalen, want anders kom ik er niet uit. Ga maar mij nou even doen. Ja? Ja, joh. Oh, ga laat me toch zelf even doen. Dan gaan friemel aan mijn zoon de mieter, kan ik niet leggen. Heer, ik heb het zelf op elkaar, maar... Hè? Pak het dan ook. Het was een man die zich nooit uitte. En door de drank kwam het eruit. Wat hem dan dwars zat. En dat was vooral bijvoorbeeld Cor. Puinhoop. Echt een puinhoop. En als die gewoon eens een beetje toleranter tegenover zijn vader was geweest. Wie weet had John dat nog geleefd? Ja, zo erg? Ja, zeker weten. Zeker weten. Zei hij dat ook? Ja, hij heeft altijd gezegd, die jongen wordt me dood. Oh, dat dingetje wat ik voor mijn vader had geschreven. Maar ja, er is nooit een melodie opgekomen, hè? Toestand, maar ik had nog een melodietje ervoor. Wat vond je vader nu voor jou als pianist? Je studeert er weinig. Je bent de enige die het hebt, maar je studeert niet. Alleen die kleren troep. Ja. Je hebt het kring. Maar ja.
te makkelijk, je studeert niet, hè? Nou, ik studeerde wel, maar het ging me te makkelijk gewoon. Studeerde die zelf nog wel eens, trouwens? Nou, niet meer, de laatste jaren niet meer. Ja, maar studeren, als je geen werk meer hebt, dan... Ja, mijn vader hoeft eigenlijk ook niet meer te studeren. Die heeft zoveel gespeeld, wat hij wist, dat was echt niet normaal meer. Gewoon zo'n repertoire als die man uit zijn kanus kon spelen. Dat wat moest hij nou nog... Hij vond het prachtig, hoor. Herbie Hancock, ik heb het net over gehad, Chick Corea. Hij vond het waanzinnig, vond hij het. Maar wat deed je vader nu wel? Als hij thuis was, wat deed hij? Wat deed hij thuis? Televisie kijken. Eten, ja. Slapen. Wachten dat een telefoontje kwam op mijn werk. Maar dat kwam niet meer. De laatste jaren. Dus stakelde niet af. Even een teken voor Jo. Jij zegt genoeg, toch? Oké, dan gaan we. Nou, succes. Succes, Jon. Ik hoop het. Gaan we. Vies niet meer dan met het Engels. Hé? Nee. Nou, de accordeon die staat niet hier, dus... Wat? We hadden toch afgesproken dat er een mooi plaatje voor zou vinden, zonder goud? Dat allemaal nog wel, maar waar moet die hier staan? Dat allemaal nog wel, maar het is al drie maanden geleden inmiddels met Engels. Ja, dat kan wel. Het duurt een beetje lang. Ja, dat kan wel. Maar en nou is hij opeens weg. U had wat meer vertrouwen, ja. Had u hem. U zou er een mooi plaatsje voor vinden. Ja, maar ik en nou ben, hoor, ik ben nou niet, hoor ik van u dat ik, u hem naar Duitsland hebt gebracht. Naar Duitsland? Ik niet. U niet? Wie dan? Ik zeg mijn... Moet u nu naar de grond te kijken? Mijn compagnon. Mijn compagnon? Ja, we doen het samen. Doet u samen? Ja. Heult u daar samen mee? We hebben al 5 jaar lang zaken zo gedaan. Ja, vandaar dat u failliet bent gegaan. Ja, dat zeg ik. Dat zeg je dan, maar... Mijn vader heeft zitten spelen voor u met die vrouwtjes daar de grote binkaart hangen. En dan moet die accordeon verkocht worden. Had ik ook kunnen doen, hoor, meneer Timmermans. Had ik ook met 20 vrouwen had ik zo binnen kunnen lopen, hoor, met wat ruggetjes. En kijk, en dan ben je een kerel. Je zit alleen maar aan je geld te denken, man. Je bent toch ongelooflijk? Heb je nou geen hart? Denk nou eens aan mijn vader. Ja. Hoef niet te schrikken.
Ja, ik heb altijd goed met Johnny kunnen opschieten. Mm-hmm. Het is al jarenlang voor mij en ik ben al jarenlang een fan van hem geweest. Ik heb altijd achter hem aan geweest. Dat merk je wel. Ja. Het is toch ongelooflijk, hè? God, denk je dat je vader jij al heeft zijn eigen de pleuris voor gezitten trekken. Kon niet meer lopen, ging nog in die zaak, ging je nog zitten reclame spelen. Ook tuurlijk, meneer Timmermans. Nee, hij zal de junk zijn. Doe maar wat hoor.